Mijn zin bang. Hey. Maar dan ga ik even. Hey! Je bent zender! Ja toch! Nou, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Anne Pat. Ik ben net wakker. Ik heb even de deur open gezet. Ja, nou, het is niet duidelijk, maar hij is open. Kijk maar. En even lekker een bakje koffie gezet. Van deze merk. Daar hebben we vroeger, ja, we hebben vroeger mijn vader daar gewerkt. Ga ik lekker genieten van een bakje koffie. En dan ga ik dadelijk even lekker. Ik heel vaak gewoon doe, even een bakje yoghurt maken. En even lekker relaxen. En even mijn video dan even editen. Ook nog. Goedemorgen, Ganja. Ja. Boef. Ja, jij bent een lieverd, hè? Ja. Een boef. Maar zo, je bent een beetje. Je eet te veel, ja, je leed. Hé? Je eet te veel. Je eet te veel. Ja, je eet te veel. Hé, boef. Maar dan ga ik even lekker relaxen en zo. Oh ja, en ik heb een waterbeetje gebruikt. Maar dat is denk ik niet te zien. Maar ja, mag niet. Dus dat is. Goedemorgen, ben je ook weer wakker? Nou, die is niet zo, kijk, niet zo vrolijk. Maar ja. En dan ga ik nu even lekker even editen. En dan lekker muziek luisteren en relaxen. Lol. Nou, dat duurt erg lang voor mijn video. Kijk, ik heb nog 3 dingen staan. Dat is 1. Nou, die is al bijna klaar. Even kijken. Hier, dat is 1. En ik heb er nog 1. Even kijken. Kijk, die duurt wel lang. Je tijd, een uur. En deze laatste. Die duurt ook fucking lang. Die duurt wel heel erg lang. Dus ja, dan moet ik even wachten. Maar dat red ik sowieso nu niet, want ik wil over 10 minuten alweer gaan. Maar ja, dan ga ik zo lekker werken. Ik krijg, ja, laatste dag. Morgen lekker weekend en waarschijnlijk binnenkort wat gaan halen. Maar dan zien jullie al of zo. En dan staat de radio aan. Ik had ook nog een liedje aangezet. Ik weet niet of die afgelopen is, volgens mij niet. Dat is van Soufian Eidani. Zoiets. Ik laat wel een stukje horen. Dus ik vind het wel een nice nummer. Want ik zag hem via, ik zat net YouTube kijken, en dan zag ik via Hanna. En als jullie al hebben, nou, voor mij komt het nu vanavond online. Maar vanavond, voor mij, komt video online. Wat is tussen Enzo Knol en Hanna. Dus check even nu zijn Hanna's YouTube kanaal, want daar gaat de discussie over. Wat er aan de hand is. Ik ben zelf benieuwd. Dus ik ben benieuwd wanneer die online komt. En hoe laat. Maar zij heeft hij ook aangegeven laat. Volgens mij niet. Nou, maakt niet uit. Ik ga zo'n kanaal checken. Vanavond. Dus ja. En wat ik nu ga doen is even wachten. Tot tijd is. En wat vonden jullie vlog van gisteren? Nadine ging een keer eventjes ging vloggen. Laat even weten in de reacties. Moet ze vaak doen of niet? Dan willen jullie dat ik vaker ga zingen in mijn vlog of niet? Laat het ook even weten. Dan weet ik dat. In ieder geval doe het blauw duimpje omhoog als ik moet zingen.
En doe een blauw duimpje op of Nadine moet vloggen. Als jullie dat leuk vinden. Misschien laat ik, als zij het wil, dat ik haar een keer een dag laat vloggen. Maar gewoon, als jullie dat, laat even weten in de comments. Dus ik ben benieuwd wat jullie willen. Want ik wil wel leuke video's kunnen maken. En hebben jullie trouwens nog iets leuks voor 400 abonnees special? Laat ook even weten wat, iets wat ik geks moet doen. Maakt niet uit wat. Want ik wil... Laat even leuk opdracht van me. Eén leuk opdracht achter. In de comments. Wat ik moet doen. En dan kies ik al leuke. Wat ik denk, ja, dit is mijn grens, dat doe ik. Laat me even lekker vol spammen met allemaal opdrachten. En dan ga ik kies ik een leuke. Denk, ja, die doe ik. Kies ik uit. Dus laat even weten hier in de comments. En dan ga ik zo werken. Dus, daar gaan we. There we go. Line, escape, while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Ik ben even gebeld, goed aan het bellen, wacht even hoor. Dat is een geluid spreek. 00. Ja, ik heb hem. Wist je dat je nu ook je beltegoed heel gemakkelijk online kunt opwaarderen? Ga hiervoor naar www.tmail.nl. Ik heb hem. Om je beltegoed en de status van je diensten op te vragen, kies 1. Voor het opwaarderen van je beltegoed, kies 2. Om de beltegoed op te waarderen via een beltegoedbon, kies 2. Om terug te gaan naar het hoofd. Welkom bij het opplaatsen. Kies de geheime 16 cijfers van uw opwaardeerkaart. Oef, een hekje. 8, 4. 8, 1. 6. 4. 6, 4. Het nummer is niet juist. Oh, ik doe veel te langzaam. 16 cijfers van uw opwaardeerkaart. Wacht even. Wacht, ik moet een manier hebben. Oh, dit gaat helemaal fout. Ik ga fout, kerel. Maar, even kijken hoor. Moet even... Dus we moeten even kijken. Oh, gaat fout. Nou, het is niet helemaal gelukt met camera bij om telefoon te doen. Maar het is in ieder geval gelukt. Even kijken. Ik kan laten zien. Het is gelukt. Alleen, ja, nog een sms'je verwachten. En dan heb ik een beltgoed in mijn internet. Dus ja, nu even wachten en ik ben onderweg van mijn werk. Even lekker werken. Dus ja. Ik zit te kijken wat ik aan het doen ben. Nou, ik ben aan het vloggen. Kijk dat ik al internet heb, maar ik denk niet. Nee. Hij geeft aan dat ik nog geen internet heb. Ik kan net laten zien, maar ja. Ja, wacht. Ik kan wel laten zien een beetje, denk ik. Oh ja, wacht. Ja, hier. Shit. Balen. Maar ja, bijna op mijn werk. Het is trouwens eigenlijk een kerk. Nou, was. Is pas, eigenlijk. Maar niet heel erg interessant. Meer. In richting mijn werk. Maar. Nou, ik ben nu richting huis. En het is... zo laat. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Prachtig hoor. Nou, tijd, kom op. Ah ja, nu al. Zo laat is. Zo. En ik ben nu al richting huis. Ik ben al een tijdje aan het lopen. En ineens wordt heel raar. Vraag ze, ben jij
puntje. Ik weet niet meer hoe wat ze zei vroeg. Ze was zo'n vrouw, een beetje raar. Ik vond een beetje een aparte vrouw. Ik vroeg van, ben jij... Ja, ik weet het niet meer. Ik ben even naam kwijt, misschien kom ik er dadelijk nog op. Best wel apart. En ze vroeg niet alleen aan mij, er waren twee meiden. Was ik in de buurt aanlopen. Die zei het vroeg aan hun ook al. Dat vond ik echt heel apart. Maar ja. En met edit is het niet gelukt. Vanochtend. Maar ga ik zo meteen maar even editen. Even die nieuwe vlog. Ben zelf benieuwd hoe het is. Maar ja, vind ik het lijkt wel interessant. Dus ja. Ik krijg een beetje lang mijn arm van. En na vanavond ga ik Nick Nicolai kijken op RTL. Ja, ik wist niet waar hij op kwam. Dat had hij niet tegen mij verteld. Het enige was dat hij zei van dat hij moest optreden. Maar wanneer hij dat vertelde, had hij niet verteld. Maar hij kon dus op RTL Late Night. Sorry, dat, ja. Ik heb niet echt indruk, maar ja, hij was op RTL Late Night. Ja, eigenlijk was, omdat hij nog online, nog moet komen. Iets uur of 10 komt hij. Dus ja. En dan ga ik maar richting huis even lekker chillen. Na relaxen. Nou, ik ben nu onderweg naar Albert Heijn naar het centrum. Want ik ga een paar dingen halen, dat zie je zo wel. Maar ik dacht wel als ik in de winkel ben zien. Maar dat ziet er niet echt heel erg mooi uit, dat wolken. Dus ik hoop als ik terugloop dat ik gewoon dan droog thuis kom. Dat hoop ik gewoon. Maar we zullen zien. Hey, politie. Waar gaat hij heen? Oh nee, gaat dan via de andere kant. Maar dan ga ik nu richting Altijd. In het centrum. En dan ga ik even te halen. Dus ja. En dan zie je ze uiteindelijk wel. Zo, dat was de rest. Nou, ik ben net thuis gekomen en mijn vader heeft dit gemaakt. Dit wat? Aardappelschil, hè? Nee? Aardappelschilfrituur. Oh. En ik dacht, ik ga het ook even proberen. Oh, gelijk hele grote. Eerst te doen. Maar alleen een beetje apart smaak. Een beetje apart smaak. Maar, ja, kunnen verschillen. Doe eens een beetje meer mayo. Ik vind het best wel lekker. Ik zeg, probeer jullie ook maar uit, want het is echt te eten. Ja? Ja. Maar dan met eet je eigenlijk met mayo. Dat is ook chips, hè? En ik kan net even een bakje soep op. En een schaaltje. Oh, het is warm. Maar we gaan dadelijk even lekker friet eten. Dadelijk lekker friet eten. Pak ik een trekking. Ik ben honger. Ik ga waarschijnlijk vanavond zo meteen na eten. Even kijken bij die plasweg waar de brand is geweest. Ik wil even kijken hoe dat eruit ziet. Even licht doen. Hè? Ja, dat is wel. Maar we zien wel of ik het eigenlijk doe door het donker, of het donker is of niet. We zien wel. Nou, het is nu 11:30 volgens mij. Volgens mij, ja. Zelfs 11:30, bijna 10:30. En ik ga richting de zinnen.
ga ik even lekker drinken. Ik dacht dat we een gast aankomen. Ik ga met een paar gasten. Ben ik gewoon een soort van tegengekomen. Ja, ik had echt iets fietsen. Dan ga ik even lekker bier drinken. En mensen, even een lekker mededeling. Ga niet je bier drinken als je geen 18 bent. Behalve, vind ik, behalve als je toestemming hebt van je ouders, vind ik. Wie is daar? Wie is in dan? Hey. Maar dan ga ik even. Hey. Ja toch! Mensen gewoon op straat kennen met iedereen, hè. Fucking vet. Dus, maar dan ga ik even daar bier drinken. En nogmaals, niet drinken als je geen. Als je nog niet 18 bent plus. Maar behalve, bedoel ik. Als je geen. Als je toestemming van je ouders hebt. Dan. Ja, dan heb je het geen nut. Nou. Wel nut, want voor je hersenen is niet goed voor je hersenen en zo. Dus ik krijg een beetje lam arm van. Even lekker bij Escape aanwezig chillen met een paar gasten. Echt was wel gezellig. Ik heb een leuk drankje gehad daar zo. En ik heb gewoon een beetje relaxed ook gewoon. Voelt wel lekker. En ik had geen tijd gehad voor om daar te kijken, want ik had natuurlijk verteld van dat ik bij de brand ging kijken bij waar ik van de kippen. Maar ik dacht, toen kom ik ineens tegen vandaag. Nou ja, dan maar niet. Dus ja. Nogmaals, niet te drinken als je nog geen 18 bent. Maar gewoon een tip, want de zo'n beste. Om niet te doen, eigenlijk. En eigenlijk helemaal gewoon niet drinken. Als je geen 18 bent, eigenlijk verstandig. Als je helemaal niet drinkt, eigenlijk. Dus ja. Ik kan echt ouwe horens gekregen, volgens mij. Soms heb ik het nog niet gemerkt. Merk ik zelf niet. En dan zit ik de vlog te kijken van mezelf. Dan denk ik zo, kom nonnen. Kan ik zoveel praten? Dus ja. En dan kan hier iemand hier. Woont hier in de buurt. Dus ja. Maar dan ga ik even daar. Ben ik onderweg naar de zinnen. Ja. Dus ja. Ik heb nu eigenlijk niks van mogen. Ja, dat ik binnenkort weer vrij ben. Een week. En ik ga binnenkort. Kaarten halen van. Even denken van Go at Jodenboys. Hans is erbij, Dion is erbij. Die hebben jullie vast wel eerder gezien. En nog een paar mensen. Voor mij heb ik eerder vermeld natuurlijk. Maar ik ben niet onderweg. Nou, ik zat even trouwens om de camera te kijken, want heel vaak zie je bij sommige YouTubers zie je van die nachtcamera. Maar die heb ik niet helaas. Ik zat helemaal te kijken. En ik ben trouwens nog onderweg bij je zinnen. Maar ik vind het heel vaag. En als ik eindvlog niet kan maken, dan is mijn camera leeg. Want hij is al bijna leeg. Dus dat is heel KUT. Maar ja. Ik ben nou onderweg naar zinnen. Ach, volgens mij is het beeld. Hier stond er ergens een beeld van Rijksveen, maar. Volgens mij is dit hem, wacht. Als ik kan laten zien natuurlijk. Maar dit is al een mooi beeld. Ja, nee, dit is hem. Ga ik even naast Sven staan. Oh, dan zien jullie het niet. Kijk. Het logo van Wanneksveen mensen. De logo. Dus ja, ik ga eens naast. Ik ga nog maar snel erheen, want de mensen zitten op de mij te wachten, denk ik. Dus here we go. Zin en gaan we even lekker drinken. Yo. Nou, het is nu ongeveer bijna 3:30. Of een kwartiertje of zo ongeveer. Is het 3:30. En ik ben nu richting huis. Ik ben helemaal gesloopt. En ja, het was echt een toffe avond.
En het was al gezellig. Ik heb ongeveer 1 biertje op en 1 bier. Ja, nee, 2 biertjes op. Dat is wel genoeg, vond ik. En ik zag het toevallig leuk uit de collega van me. Dat was zo leuk om te zien. En gewoon oude mensen. En mensen, een soort van mensen die ik eigenlijk niet ken, spraken me aan van ja, leuk dat ik je zie en zo. Gewoon, ik heb gewoon jonge kijkers en ook best wel oude kijkers, zoals ik zo merk. Dat vind ik al grappig om te zien. En als het goed is, zit hier zo ergens ook een soort van groepachtig iets. En daar zit er ook een bij je kerkweg. En daar, een van die twee waarschijnlijk, kom ik. Dus over naar huis gaat het in ieder geval. Dus weten jullie dat. Dus maar ga ik nu richting huis. En daarna vertel ik nog wat meer. Nou, ik ben net thuis. Ik ben nu thuis gekomen. Even lekker. Heel even nog beneden gezeten. Even relaxen. Voetbal was nog voetbal op tv. Om dit tijd nog, om 4 uur. Dat is nu precies 4 uur. Het is de tijd gehard. En ik was. En wat ik nu ook nu ga doen is even lekker slapen. Morgen nieuwe dag. En mijn vlog nu afsluiten. Dus. Maar ik ben. Oh ja. Ik zou nog verder gaan. Verder gaan verhaal. Zoals jullie weten, ik ga begeleid wonen. En dat was daar wat ik net zei al. Dus ja, we gaan het allemaal nog zien. Ik word een soort van nu ingeschreven bij daar zo. Een van die plekken. Dus ja, nee. Ik heb natuurlijk ook even net lekker tanden gepoetst. Dat word ik altijd in de laatste tijd. En word ik laatst wat ik in de avond doe. Zo, ik kon niet eens aan bewoorden. Maar wat ik ook nu weer doe, is vlog afsluiten. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe als sowieso een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook natuurlijk niet hier beneden te abonneren. Veel kijkplezier in een nieuwe vlog om 6 uur. En ik zeg, laters!